En u moet de groente van hebben. Martine Bijl verrast het winkelend publiek binnenkort met iets heel bijzonders. Waarom hebben wij gekozen voor zo'n nieuwe media-initiatief? We vinden het een prachtig initiatief. We zijn qua innovaties, dus nieuwe producten, zijn we al een paar jaar heel actief bezig in de markt. En we menen dat we dat ook in de communicatie verder moeten doorvoeren. Martine heeft een heel eigen karakter en een manier van communiceren. En dit past uitstekend erbij. Young Perfect Promotions en Hak hebben al een hele lange samenwerking. En door middel van een brainstorm sessie en het enthousiast maken van elkaar zijn we gekomen tot een setting waarin we met medewerking van Martine Bijl iets unieks op de winkelvloer gaan neerzetten. Wat vond je van de presentatie vandaag? Ja, ik had hem al eerder gezien. Ik was vorige week dit ook al hier geweest, maar toch wel leuk. Het meubel had ik nog niet gezien. Ik vind het er in ieder geval heel goed uitzien. Martine Bijl is al bijna 25 jaar het gezicht van een groentenconservenfabrikant. Ze is niet weg te denken uit de tv-commercials van het merk. Vandaag stond Martine opnieuw voor de camera om ons de groenten van, u weet wel, aan te prijzen. Maar dan op een wel heel bijzondere manier. Binnenkort zal het winkelend publiek raar staan te kijken. De nieuwe groentecommercial, waar Martine Bijl wederom in schittert, zal niet op tv te bewonderen zijn, maar in de supermarkt. Driedimensionaal zien de mensen mij straks in een winkel. Daar moet ik wel een beetje aan wennen. En dan is het dus net alsof ik er sta en vertel dat het dan zo lekker is, die groente van mij. Zo, dat is weer eens wat anders, hè? Ik ben er dan toch niet. Het is een technisch hoogstandje, dat kunnen we wel zeggen. Nou, ik ga weer verder. Op deze manier, op een innovatieve manier over ons product gecommuniceerd wordt, geloven we dat dat een enorme impact kan hebben. Het wordt steeds belangrijker om consumenten op de winkelvloer te verleiden een aankoop te doen. En wij zijn altijd bezig om onze klanten te voorzien van de allernieuwste technieken. En daar is dit een voorbeeld van. En wat verwacht u van het publiek, wat ze ervan gaan vinden? Ik denk wel dat ze het heel erg leuk vinden. Het is te apart, het is weer iets nieuws. Wanneer vindt u dat het geslaagd is? Nou, als we onze doelstelling halen die ik heb gesteld, dan is het geslaagd natuurlijk. Mag ik weten wat de doelstelling is? 1500 flessen. Dit keer staat Martine niet zoals we van haar gewend zijn op de akkers en tussen de tuinbouwkassen. Ja, meneer De Haan, heerlijk. Puur fruit, rode kool met peertjes en kaneel. Maar in de studio. De beelden van Martine worden in de supermarkt dankzij de nieuwste technische snufjes in een hologram geprojecteerd. Het is weer een hele nieuwe benadering. Ik vind het ook wel leuk dat ze het doen. Omdat de tijden natuurlijk veranderen. Hè? En er zijn zoveel nieuwe media die ze dan graag willen bespelen. Nou, vooruit, ik doe wel mee.